kunnen vinden. En een grapje uithalen. Een doos uit de schuur gehaald. Staat er gewoon niet in. Een grapje. Ja, daar is. Geen onderhouden. Nou. Oh. Niet zo. Is toch geweldig. Dit exemplaar is ook wat krisser van mij. Ik kijk. Dat is baby Jezus. Dan gaat het behang. Tegenaan. Ja, hè? Wat een kerstsfeer. Oh, Luan, ga je ook een eigen kerstliedje maken? Deze nieuwe vlog. Ik sta hier lekker even boterhammen te smeren. Wij zijn de Bellingraas familievloggers, voordat ik het vergeet. Want de kinderen zitten hier alweer aan tafel. Hallo kinderen. Ze zitten te kijken in het vriendinnenboekje, of vriendenboekje van Lucilla. Dat is Ian. Oh ja, Ian. Ik had het. En mijn jongens, waarom heeft Lucilla een pietenmuts op? Omdat vandaag Sinterklaas op school komt. Nou, Sinterklaas die komt nog even op school. En daarna is Sinterklaas het land uit, volgens mij. Want het is vandaag 5 december. Veel plezier op school. Ja, want het is vandaag donderdag. Dus dat betekent dat Daniel en ik vandaag, dat ik nog helemaal niet opgemaakt ben. Daniel en ik gaan vandaag weer even lekker de sauna in de ochtend. En in de middag halen we de kids weer van school. En Luxie die gaat spelen bij de kindjes op het kinderdagverblijf, hè? En neem jij de pop mee? Met de pop mee, schatje. Oh, wat is er dan? Moet je staan? 1, 2. Zo. Ja? Was je met de stoel aan het schuiven? Ja. Ze was met de stoel aan het schuiven. Oké. Okay. Kijk eens. Luxie flesje geven, hè? Goed zo. Nou, Luxie voelt zich alweer iets wat beter dan gisteren. Met de verkoudheid, hè, Luxie? De snottenbelletjes zijn al stukken minder, gelukkig. Hè? Dat scheelt. Ja, de snottenbelletjes. Je hebt geen snottenbelletjes meer, hè? Nee, ja, dat is jouw pop. Hé, hey, hebben we Pipje. Hé, hey, meisje. Heb je lekker geslapen? Ja. Oh, en Ibe Woezel. Die komt ook even kijken. Hallo, jongen. Ach, kusjes. Ah, liefie. Ik is zacht. Zo, ook een goedemorgen namens mij. Mama heeft jullie lekker eten gegeven. He? Heel veel plezier op school. Ja. Op school gaan jullie visite krijgen van? Sinterklaas. Sinterklaas komt wel op school. Dus heel veel plezier doen. De groetjes op papa en mama. Zeg maar dat wij ook genieten zijn in de wellness, oké? Okay? Ja, gaan we doen. Nou, tot vanmiddag. Kinderen, heel veel plezier, hè? Ja. Jullie de groetjes aan Sinterpiet van papa? Gaan we doen. Oké, okay, tot vanmiddag. Doei. Doei. Wij hebben de kinderen naar school gebracht en naar het kinderdagverblijf gebracht. En wij gaan nu samen even ons terugtrekken in de wellness. Relatiemomentje in. We hebben echt ons vaste momentje in de week op de donderdag. Dat wij samen even zonder camera, zonder social media, zonder telefoon, zonder e-mailtjes even samen de sauna ingaan. Wellness, een wellnessresort is dat. Gaan we lekker naar Turk Stoombad en in het zwembad en in de sauna. En, lekker een massage krijgen we dan. En we gaan lekker lunchen met z'n tweeën bij het open haardje. En dan kunnen we samen lekker kletsen over de volwassen papa-mama dingen. En niet alleen maar over de kinderen. Maar gewoon ook over de leuke dingen om samen over te praten, zeg maar. En dat doen we een beetje in de sauna altijd. En straks gaan we de kinderen weer van school halen als we klaar zijn. Ja. Dus we zien jullie straks ook weer. We gaan genieten. Lamour, lamour. Tot straks. En daar zijn we weer. Terug van de sauna. En we zitten weer lekker in de auto. Op weg naar huis, naar de kinderen. Gaan we de school ophalen. Ja. En we zijn weer. Daag! Was het leuk dat Sinterklaas op school? Ja! Ja? Nou, cool. Lekker naar binnen, jongens. Weet je, mama? De kinderen die zijn weer thuis van school. En wie was er vandaag op visite op school? Sinterklaas! Sinterklaas! Ja, en dus een beetje het. En mama, ja. En weet je, en Piet zat daar zo een beetje op het dak. En toen ging met de touw zo klimmen naar beneden. Wow. En Piet! Echt waar? Toen lijkt net. De brandweerwagen. Kwam Sinterklaas met de brandweerwagen op school? Zo, wat een avontuur weer, jongens. Heel leuk over Sinterklaas gesproken. Voor ons is het 5 december. Vanavond is het pakjesavond, maar dat hebben wij al gevierd. En jullie hebben daar alweer een vlog van online gezien. Heb je dat in je oog? Ja. Maar Sinterklaas is nu alweer het land uit. Voor jullie in de vlog ook. En voor ons vanavond gaat Sinterklaas weer terug naar Spanje. En mama dacht, misschien is het wel leuk om eens even in de schuur te kijken of we alweer wat kerstspullen kunnen vinden. Ja! Nou staat kerst weer voor de deur natuurlijk.
Lijkt jullie dat leuk? Staat kerst voor de deur? Nee, kerst staat niet voor de deur. Maar bij wijze van. Die staat weer, dat is weer het volgende wat op het feestplan staat. Ik zie er achteraan. Dat is een gezegde, jongen. Zo zeg je iets. Even een logistieke dingetje. Morgen gaan we naar het zwembad toe. Maar zaterdag wilden we de kerstboom gaan inkopen. Alleen, we weten niet precies wat we allemaal nog hebben. Dus mama dacht, zullen we eens eventjes in de schuur gaan kijken? Want volgens mij liggen de kerstspullen nog in de schuur. Om te kijken wat we allemaal hebben. Ja, ik heb een keertje in de schuur kerstballen. Kerstballen in de schuur? Kom, dan gaan we eens even kijken, jongens, of het in de schuur is. Ja, mama, wel eentje. Eén kerstbal? Ja. Je zag één kerstbal. Oké, nou dan moeten er volgens mij meer liggen, want één kerstbal hebben we niet gedaan. 100 kerstballen. Gaan we eens even kijken. En goed? Met de boom van de piek. Ja, de piek die moet er ook zijn. De piek moet er ook zijn. Kom, gaan we kijken. Het is wel koud hoor, jongens. Kom, snel in de schuur. Snel in de schuur. Dat is lekker warm. Zo. Nou, de schuur is niet warm. Maar eens even kijken. Kijk. Hé hey, jongens, kom eens hier. Ik heb een heel leuk idee. Zullen wij een grapje uithalen met papa? Dat doen we alsof we de kerstspullen niet kunnen vinden. En dan doen we alsof papa. En papa heeft laatst allemaal dingen naar de weggeefwinkel gebracht. En dan doen we alsof papa de kerstspullen naar de weggeefwinkel heeft gebracht. Zullen we dat gaan doen? Ja. Papa, we kunnen het niet meer vinden. En dan gaan we kijken hoe papa Maar dan mag je niet zo kijken. Nee, moet je heel serieus. Lucilla ook. Heel serieus. Laat je serieuze gezichten zien. Jouw serieuze gezicht? Echt? Oké, kijk. Nou, dit is dus onze veel te overvolle schuur. Echt om te schamen is. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar hier staan volgens mij iets van kerstspullen. Kom, dan gaan we naar papa toe en zeggen: papa, volgens mij heb je die doos weggedaan. Die je naast naar de weggeefwinkel hebt gebracht. Goed? Ga eens even kijken of papa hierin trapt. Oké. Kijk heel goed naar papa. De blik gaat doen, hè? Kijk. Ik kan die kerstspullen nergens vinden. Volgens mij heb jij die weggebracht naar de weggeefwinkel. Ja, die heb je weggebracht naar de weggeefwinkel. Ja, je hebt toch laatst die doos uit de schuur gehaald? Nee hoor, die papa weet al wat die weg is. Nee, ja, maar ja, ik heb laatst gezien na dat jij al die dozen met die vuilniszakken. Ze liggen niet in de schuur. Ik heb net ook met de kinderen gekeken. Je hoeft niet te kijken, want ik heb net met de kinderen gekeken. Papa kent de schuur weten dat jij hebt. Hij staat er gewoon niet in. Nou, vader, we hebben de kerstspullen weggegooid, denk ik. Ze staan er echt niet in, aan. Ik heb net echt gekeken. Of je moet ze ergens anders hebben neergelegd. Ik denk dat ik het er verplaatst op een geheim plekje. Nee, je hebt hem niet verplaatst. Jawel. Nee. Ik heb laatst toch die dozen gegeven met die vuilniszakken. Ja. Ik heb bezoeken, volgens mij heb ik het niet weggegeven. Jawel. Dus ik denk echt dat we nu even naar de winkel moeten om nieuw te halen. Nou, wie weet. Ik ga even zoeken. Nee, echt. Hij ligt er niet. In die schuur. Ligt er niet. Kom eens even kerstballetje zoeken. Ja, hou vast. Oh! Oeh! Hey papa. Papa. Het was een grapje. Ja, papa weet wel wat het is. Nou, vader. Hij trapte gewoon niet in. Wat is dit? Papa weet toch. Wat is het nou, Luan? Ik heb mijn eigen inventaris. Wat was het nou? Papa trapt niet in een grapje. Jongens, ik was even benieuwd of Daniel erin zou trappen dat hij je toch naar de weggeefwinkel had gebracht, maar nee, hij trapte er niet in. Ik ben heel spaarzaam. Ben opruimer. Nou jongens, hij trapt er gewoon in. Leon heeft op die andere kamer. Maar we hebben het natuurlijk geprobeerd. Grapje mislukt, zeggen we dan. Ja. Maar nee, papa die trapte er niet in. Nee, nou, doei. Oh, vader toch. Zo hé, wat een kerstspullen. Heb je ook? Het loopt een beetje over van Sinterklaas en kerst vandaag. Ik heb ook nog een mooie kerstboom. Nee, de kerstboom maar niet nodig, want we gaan een nieuwe kerstboom halen. Kijken. Een echte. Een domein vol. Oh, lampjes. Oh, wat een Christmas. Oh. Op jullie slaapkamer. Wat heeft papa daar? Kerstboom. Wil je het? Ja, de kerstboom. Wat komt er uit de vuilniszak, vader? Dat is kinderkerstboompjes. Oh, de mini-kerstboompjes. Ja, oh. Oh. Jullie kamer op jullie slaapkamer. Maar het wordt een moeilijke. Ja. Hé, hey, en deze dan? Deze hadden we ook nog van vorig jaar. Ja, superleuk. Ik denk dat niet zo een kerstboom verstaan.
Nee, dat is een hele grote Playmobil kerstman. Nee. Die hebben we een keer gekregen. Weet jullie dat nog? Ja. Een keer van Playmobil gekregen. Ja. Oeh, voorzichtig hè. Moest hij een knopje. Hier. Ho, ho, ho. Dat is mooi, Luxie. Oh, kijk dan. Kijk, daar rijdt de trein. Dan moet je eigenlijk even deze opbouwen. Vind je dat leuk om nu te doen? Kijk, er zitten al die treinwagonnetjes bij. Is wel super leuk, hè, jongens? Ah. Ik heb ook nog die... Zo. Die sleur. We hadden al zo'n kerststak bij ons bed. Weet je ook nog hebben? Ja, wel leuk. Ja, maar misschien kunnen we die ergens anders heen hangen. Misschien kunnen we die om jou heen hangen, zo. En die hangen bij die kerstboom. Ja, doe maar. Vind ik wel leuk. Oké, mam. Leuk. Nou, gaan jullie even bouwen. Kijk wat we hier nog meer hebben. We willen van het weekend een echte kerstboom gaan kopen. Dus echt wat versiering betreft, we hebben hier wel nog deze ballen. Maar misschien dat ik het wel leuk vind om toch wel iets andere kerstboom dan vorig jaar te doen. Dus dat gaan we even kijken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat er wel hele leuke dingen zijn die er wel in kan hangen. Maar we hebben altijd een beetje rood-goud gehad, dit. Maar ik dacht misschien is het voor dit jaar leuk om een keer weer even wat anders te doen. Maar we hebben wel nog genoeg lampjes zoals jullie zien. Heel veel lampjes. En deze is ook altijd heel leuk. Dit is zo'n kerststandaard. Die zetten we ook altijd daarachter op dat open haartje neer. En oh jongens, kijk eens. Deze. Oh, super leuk. Daar krijg je toch weer helemaal zin in de kerst, jongens. Als je dit ziet. Kijk, ik moet het lampje aandoen. Kijk. Dit is toch geweldig. Oh ja. Die is toch super leuk. Luxie. Lux. Kijk eens, meisje. Nee hoor, die moet je drukken. Ja, hij moet hem ingedrukt houden. Zie je? Mooie Luxie. Oh. Zit er een ander knopje? Kijk. Hier blijft hij aan, maar als je erop blijft, dan gaat het. Zit er hier nog een knopje onder? Dit exemplaar is ook super leuk. Die hebben we ook al een aantal jaar. Dit is een rendier. Die kunnen we versieren, ook met lichtjes. Een konijntje. Een konijntje? Nee, schat, dit is echt een rendier. Voor achter de arreslee. Met een beetje fantasie. En Luan is hier al bezig met de trein het opbouwen. Kijk, als het goed is moet hij niet zo moeilijk gaan. Kijk, die moet eronder. Ja, oh ja. Zie? Zo klik je hem zo in elkaar. Mooi, hè? Nou, de kerstman staat er ook. Als het goed is moeten we ook ergens een kribbetje hebben met baby Jezus. En laten we vooropstellen, daar gaat het natuurlijk wel om het hele kerstgebeuren. Dit is weer een kerstboom. Weer een kerstman. Ho, ho, ho. De kerstman als versiering. Oh, leuk. Deze zijn trouwens ook echt leuk, jongens, deze. Die hadden we op de tafel staan, hè? Op de eettafel. Heel erg leuk. En dan dit als versiering. Deze kaarsjes. Mooie kaarsen die we eigenlijk nooit aansteken. Want het is een beetje voor de versiering. En wat hebben we nog meer? Takken. Takken. Maar ik zoek eigenlijk het kribbetje, jongens. Hebben we die nog wel? Dit is nog een superleuk huisje. Volgens mij zit hier een lichtje in. Ja, kijk. Oh, dit is toch schattig dit. Leuk. Heel erg leuk. Oké, die hebben we ook al. Hier een oude kerstster van mij. Die had ik ook vroeger als kind. Ja, we hebben een kerstster. Eentje bij de voordeur, eentje bij de voorraam. Oh ja, leuk. Moet even heel lampen leuk. Doen. Ja. Nou, deze had ik ook gevonden. Maar ik zat het kribbetje te zoeken, papa. Ja, hebben we nog het kribbetje? Dit is zo'n versiertak. En die hebben we vaak over de spiegel die daarachter, die daar hangt. Die spiegel. Hebben we vaak deze tak hangen. Dus die hebben we ook al. Kijk, en dit vind ik ook leuk. Ik denk dat ik deze wil gaan gebruiken. Het zijn witte sneeuwkerstballen. Die kunnen ook leuk in de boom. Wat heb jij? Bedoel je deze? Nee, die bedoel ik niet, maar die is wel leuk. Kerstdorpje. Die is een kerstdorpje, ja. Ja, kijk, maar volgens mij zie ik hem hier al. Kijk, dit is volgens mij het kribbetje. Ik zoek hem even verder. Zoek hem maar even verder. En dit is ook heel erg leuk voor in de boom, dit. Mama, ik heb een baan. Oh, wauw. Duwan heeft gewoon de baan gemaakt. Wauw, leuk hè, Luxie? Zo, nou. Hé, hey, dat is de trein. En het baantje. Dat kan Luan. Dat kan Luan supergoed. Ja. Ja, zegt Luxie. Kijk. Wauw, wat leuk, Lu. Hij komt hier aan. Kijk, de kersttrein. En kijk. Dat is leuk hè, Luxie. Ah. Hello. Wat is dat? Die werkt hier door op de school. Waar was het dan een van de eerste? Kerstsportjes, ja. Kerstsportjes. Dan hebben we hier nog een kersthond. Woef, woef. Die hebben we ook al echt heel lang. Nog toen Luan baby was. Had Luan niet gekregen een keer. Maar het kribbetje, kijk eens. Oh,
Dit vind ik wel het allermooiste gedeelte van kerst natuurlijk. En dat is het kribbetje. Maar waar is baby Jezus? Baby Jezus is kwijt. Ja. Jongens. Is baby Jezus? Baby Jezus, kom eens kijken. Is baby Jezus ook nog in de doos? Oh, weet je nog. Waar is baby Jezus? Zit hij niet daarin, jongens? Samen delen. Kijk, oh, deze bal. Deze bal is ook leuk. Kijk dan hoe leuk. Ik vind het allemaal leuke dingen hier. En deze. Oh, wow, wow. Wow, wow. Hier is de kerstman. Oh jee, wat heb ik gedaan? Die bel is voor de sier, hè? Is voor de sier. Hé, maar jongens, waar is het babytje dan? Hier hebben we het kribbetje, maar waar is baby Jezus nou? Hé, het beste paard van stal, waar is die? Nou, volgens mij... Oh, kijk. Oh, dit is ook leuk. Dit, hè? Weet je wat dit is? Ja. Dit is ook een kribbetje, maar dan voor jullie om mee te spelen. Kijk. De poppetjes uit het kribbetje, dat is de Pikachu's. Die is ook leuk, hè? Oh, hier is baby Jezus. Kijk, baby Jezus gevonden. Leg hem maar in het kribbetje. Dat is het allerbelangrijkste. Leg hem maar erin. We hebben het poppetje gevonden. Ja, daar is baby Jezus. Ja, jongen. Leuk, hè? En nu is de vraag, waar gaan wij de kerstboom neerzetten? We gaan hem niet vandaag al optuigen, maar ik zit nu wel rondkijken. We hebben natuurlijk niet zo'n hele grote huiskamer. Wel een hele gezellige kamer, maar niet zo heel erg groot. En normaal gesproken stond de kerstboom op de bench, daarop. Maar die stond toen onder die spiegel waarvoor er, zeg maar, de boom daarboven kon staan. Dan konden de honden er niet bij en kon Luxie ook niks uit de boom pakken. Dus eigenlijk wilden we wel weer de kerstboom op die bench zetten. Maar we hebben natuurlijk een aantal weken geleden de bench verplaatst naar daar. Waardoor daar nu geen boom meer kan, omdat daarboven natuurlijk de kastjes zijn. Dus ik denk dat er niks anders op zit, jongens, dan weer even de boel te verbouwen. En alvast even een plekje te maken voor van het weekend. Dat we de kerstboom op die bench kunnen zetten. Maar dan wel daar. Dus dan gaan we even kijken of we dat hoekje van jullie weer terug kunnen zetten daar. En de bench weer daar. Lucilla. Lucilla die heeft een mooie slinger uit de knoop. Mam, kijk. Weet je nog Luan heeft, Luan heeft een mooie ster. Oeh, Luxie. Is dat de kerstman, schatje? Hé, maar kinderen, ja? Vinden jullie het een goed idee dat we even alles een beetje gaan verbouwen? Ja. Het is nu een beetje een zooitje. Lucilla gaat even springtouwen en Luxie is met de kerstman in de weer. Het allerbelangrijkste. En de piek, dat is de piek, jongen. Kom even helpen, we gaan deze bench even verzetten. Nee. Gaat het lukken, want... Als jij mij helpt, als jij dit tilt, tilt dan maar hier, achter. Gaat het of niet? Hey, mama moet even de bench verschuiven. 1, 2, kom. Optillen en... Ja, zo. Sterke jongen. Sterke jongen. Zo recht neer. Ja, en die andere zit er ook naast. Is er ook bij? Hoppatee. Nou, we hebben het weer omgezet. En dan staat hier de tafeltjes. Die staan weer daar. Hartstikke goed. En dan gaan we deze bench, die gaan we dan even weer daar neerzetten. En dit, die aftelkalender van Sinterklaas, die kan ook van de muur. Oh. Dan gaat het behang. Oh jongens, is niet zo handig. Hè? Wat? Ja, dan gaat het behang. Natuurlijk die dikke dingen erop geplakt. Oh. Ja. Ach ja. Gelukkig heeft de muur al nog meer dingen, dus dan valt het niet zo op. En gelukkig staat de kerstboom ervoor. En gelukkig staat de kerstboom ervoor, ja. Ja, mama. Ja. Niet handig. Niet handig, nee. Maar goed. We doen wel eens meer dingen die niet handig zijn. Gelukkig is het maar een heel kleintje. Ach jongen, hij is zo optimistisch. Hartstikke goed jongen. Kijk, in de onder heb je ook al wat dingen hoor. Dus eigenlijk moet er een keer een likje verf over de muur heen. Ja, een likje verf. Een likje verf, hè? En dan zie je er niks meer van. Hm? Maar voor nu is het prima. We zetten eerst even deze bench op de plek. Pip, doet dit. Zo, als jij die kant doet, ja? Dan doe ik deze kant, want hier zitten niet van die dingen. Ik ga zo.
En dan moet deze kant voor, liefje. Jij moet die kant op. Ja. Ja, heel goed. Ja. Tegenaan. En dit is hier de kerstboom op. Zo, nou, het is ons gelukt om de bench daar neer te zetten. We hebben ook een tafeltje van boven gehaald. Die staat dan vaak naast de kerstboom waar we het kribbetje op kunnen zetten. Ja, dan kunnen we dan het kribbetje opzetten op de tafeltje, zie je dat? En Lucilla heeft alvast dit rendier heel erg leuk versierd. Kijk, dat heeft ze helemaal zelf gedaan. En die heeft ze hier alvast neergezet. Mooi hoor, Sil. Hij is heel op. Oh, en het kribbetje, ach, schat je het ook. Zet maar neer. Ja. Oh, en zet hem maar aan. Nou, we hebben het kribbetje ook alvast neergezet. Het staat er niet allemaal op de plek waar het hoort. Maar dat maakt niet uit. Het is leuk om gewoon lekker tussen de kerstspulletjes te rommelen en te snuffelen. Wat we allemaal nog hebben van voorgaande jaren. Dit is ook mooi om te zien. Ja, het is heel mooi om te zien. Er zitten zelfs lampjes bij. Zie je dat? En die doen het ook nog. Mooi hoor. Het mooie. Kijk eens. Belangrijke. Met? Met Jezus. Met baby Jezus. Leuk, ja. Hè? Leg hem maar in het kribbetje. Dat is mooi. Ja, goed zo. Kijk, dat is Maria en Jozef. En dat zijn de drie koningen. Daar is Jezus geboren, in het kribbetje. Dit pakje zitten ook nog allemaal poppetjes voor het kribbetje. En daar mogen jullie mee spelen. Zie je dat? Die zullen we erbij zetten. Leuk, hè? Ja, die kan je nog in dat ding hangen. Die, kijk, en Lucilla die versiert nog eventjes het rendier. Ja, er zitten touwtjes aan. Ik vind dat je het heel mooi hebt versierd, Sil. Heel netjes. Heel netjes gedaan. Dit is een kroontje. Dat is schattig. Oh, ik krijg alweer helemaal zin in kerst, jongens, als we dit zo hebben. Ik ook. Ja, hè? Zo, het is inmiddels tijd om te koken. En ik ga even lekkere pennen maken met kip gehakt en met verse tomaatjes er doorheen. En dan kunnen we zo lekker aan tafel. En we hebben in ieder geval al alle kerstspullen uit de schuur gehaald. Van het weekend om lekker alle kerstversiering weer uit te stallen in ons huis. We hebben een paar superleuke Sinterklaas weken achter de rug. Heel erg van genoten, maar ik moet heel erg eerlijk zeggen dat ik het ook wel weer lekker vind. Nu weer de volgende fase in te gaan. Alle Sinterklaas dingetjes de deur uit en alle kerstspulletjes weer lekker in huis doen. De gezelligheid komt weer in huis. Het klussen, het samen zijn met de kerstboom en de versiering en alles. Vind ik het ook wel weer heel erg lekker om daarmee bezig te zijn en ons huisje daarmee lekker in te richten. Dus vandaag is het beginnetje van de kerst gemaakt. Luxie is hier heel erg leuk met het kribbetje aan het spelen, liefie. Dat vind jij wel leuk met de poppetjes spelen. Ja. Wauw. Wat een kerstsfeer hier, jongen. Oh, wat leuk. Nadat Luan natuurlijk zijn superleuke Sinterklaasliedje heeft gehad en zijn eigen liedje Duimpje Omhoog heeft gehad, krijgen we heel veel vragen. Oh, Luan, ga je ook een eigen kerstliedje maken? Maar... Dat wil ik wel heel graag. Ja, wil je dat wel heel graag? Ja. Ja, ik wilde iets stuk of 5 of 4 liedjes. 5 of 4 liedjes, oké. Okay. Nou, weet je, dan belooft mama jou, wie weet, in het nieuwe jaar dat we weer gaan kijken voor een liedje voor jou. Ja, maar mam, ik hoop een liedje in de kerst. Ja, maar schatje, de kerstdagen gaan we niet meer redden, liefie. Hoezo niet? Omdat eerst het liedje moet geschreven worden. Dan moet je het liedje gaan oefenen. Dan de clip erbij maken. En het is nu al bijna kerst. En wij hebben al ons eigen kerstliedje met onze hele familie. Want vorig jaar hebben we een eigen kerstliedje opgenomen met ons allemaal. Ja. Op de Bellinga's, op het hoofdkanaal, op dit kanaal. Dus wil je sowieso van de kerstliedjes van ons genieten? Kijk dan even op Droomboom. Super schattig. En ik weet het, de kinderen zijn gegroeid. Het is misschien een wat kinderlijk liedje nog, maar het was zo leuk om dat op te nemen. En we vinden het nog steeds een superleuk, gezellig liedje om te draaien met de kerstdagen. Dus jullie kunnen sowieso van een kerstliedje van ons genieten. En we beloven in het nieuwe jaar gaan we kijken of we weer een liedje voor Luan gaan maken. Ja. Goed? Nou, ga jij nog even lekker spelen? Ja. Dan gaat mama verder met koken. En volgens mij roepen de meisjes ons. Hey mam, wil je even Droomboom? Droomboom, ja. Luan vroeg of we even Droomboom konden opzetten. Dus dan toets je in Droomboom, kijk. Droomboom. En dan krijg je eigenlijk al meteen de Bellinga's te zien. Mm-hmm. En dan gaan we eens even kijken. Even kijken. Droomboom. Bellinga's. Wap. Kijk. Dat is hem. Tik hem maar aan, jongen. Gaan we even dat liedje luisteren. Goed? Ah,
dit is wel heel erg leuk. Het is misschien wat zoetsappiger, jongens, maar het was zo leuk. En Luxie was natuurlijk nog heel klein. Ze is nog steeds zo klein, maar... En dit is een van de eerste ervaringen ook van onze kinderen om natuurlijk een liedje op te nemen. Dus, ach, schatje. Het is weer kerst, tijd voor de pop. We gaan samen naar het bos. Met de kruid ga jij eruit. We scheppen de vogels los. De eerste nieuwe valt op het gras. En valt op ons weer. Al het groen wordt wit. Het vergent nog veel meer. Droom, 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 jij bent prachtig. Droom, 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 jij bent kleur. Morgen wil je even lenen. Uit het bos, uit de natuur. We brengen je weer terug, want je kluis zit er nog. Droomboom, 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 droomboom. Nou, mama gaat even verder met eten koken. Hè? Oh. Doei, jongen. Doei. Doei. Droomboom. Doei. Ja, ik roep als we klaar zijn. Eten is bijna klaar. Als het goed is, ruik je het al. Ja. Oeh, het is al aan de kokerij. Zo. Hier, oh, ik pak een beetje. Zo. Ja, even mag je, mama is even koken nu. Oké. Zo. Even deze een beetje roeren. Mama laat het lekker. Is het wel? Dan is het bijna klaar. Oké, okay, dat is heet. Doe maar niet. Dat is heet, liefje. Doe maar niet. Zo meteen op je bordje mag je pennen eten. Ik snij er ook nog even wat snoeptomaatjes bij. Om er doorheen te doen. En ondertussen is Luxie zijn ouwe aan het opsnoepen. Hè? Kijk, dan pak ze er een. Vind je die zo lekker? Vind je die zo lekker, schatje? Dat mag hoor. Dat mag. Mama. Ja? Nou, de kerstspullen, daar gaan we morgen denk ik mee verder. En dit is ook heel mooi. Het kribbetje van Jezus. Oh, en een hele mooie kerstrendier. En wat eten we vanavond? Lekkere pillen. Jammie, met jammie. Tomaten en kip. Gehakt. Dat wordt smullen. Kijk, Luxie kan heel erg goed zelf haar pennen eten, hè Luxie? Jam. Pak. Ja. Ze wil ze het liefst op de vork hebben. Ze doet ze zo. Ja. En dan ook andersom. Ja, maar heel goed. Heerlijk. Kijk hoe ze dat doet, hè. Ja, ja, hij zit erop. Oh, toch niet? Fantastisch. Ja. Oeh, dat is lekker, Luxie. Luxie is gek op de pennen. Ik ook. Ja, jij ook? Laat eens zien dan. Laat eens zien hoe gek je op de pennen bent. Lekker gewoon. Oeh, yummy, yummy. Lekker? Ja, alleen nog een beetje heet. Oh, een beetje heet. Oh. Goed zo. Wij gaan de vlog voor vandaag weer afsluiten. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hier dan op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Ik zie zwaaien. Zeg dag. Dag. Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf in staan.